Zijn onzekere tijden een struikelblok of juist een springplank? Die vraag stond centraal op de publieksdag van het Leiden Institute for Brain and Cognition op 4 november in de Stadsgehoorzaal. Burgemeester Lenferink opende het symposium en professor Dr. Bernard Hommel gaf uitleg bij het thema. Nou, het thema is een beetje ingewikkeld deze keer, want het lijkt om bedreiging te gaan, om iets negatiefs. Maar we willen eigenlijk laten zien, als het lukt, dat is moeilijk, maar we doen ons best, dat positieve daarvan te benadrukken. Ik vond de titel heel erg interessant. Want we leven denk ik inderdaad in onzekere tijden. Om te kijken waar dingen zeg maar een blokkade zijn, een struikelblok zijn. Of waar je eigenlijk datgene wat, ja, waar zoveel spanning op staat, wat je ook kan gebruiken om daardoor te groeien. Dat integreert me mateloos. Hoogleraar Michael John Versluis maakt een vergelijking tussen nu en de oudheid. Nou, een van die belangrijke waardeoordelen van de oudheid, die in de oudheid is uitgevonden, is dat er een verschil zou zijn tussen oost en west. En daarbij is een hele belangrijke dichotomie tussen een dynamisch Westen en een passief Oosten neergezet, dat vandaag de dag, iedere dag in de krant, nog steeds een enorme rol speelt als wij bijvoorbeeld praten over de islam. Ook andere wetenschappers deelden hun kennis met het publiek. Van onderzoeken over robotisering tot inzicht over discriminatie. Aan de onderkant van dat expliciete, zichtbare gedrag liggen vaak onzichtbare processen, onzichtbare mechanismen ten grondslag. Moeten we, net als die ludieten, de vooruitgang stoppen? Moeten we die robots en computers kapot maken? Heel kort gezegd was mijn boodschap. Er gaan wat strubbelingen komen, namelijk robots gaan banen overnemen. Dat betekent grotere inkomensongelijkheid. Maar uiteindelijk zal dat leiden tot een betere wereld. Ik denk dat je zeker uit een moeilijke tijd vooral toch wel iets positiefs kan halen. En zo ook met die positieve herinterpretatie, dat je daar nog best wel in vooruit kunt komen. Professor Dr. Bernard Hommel legde uit waarom het belangrijk is om je brein te trainen na je pensioen. De hersenen zijn een spier. En dat betekent, het werkt net zoals op sportschool. Als je stopt daarmee bezig te zijn, dan neemt het af. Net zoals een spier. In de pauzes draaide de indrukwekkende film The Island of All Together, waarin vakantiegangers en vluchtelingen elkaar ontmoeten op een bankje in Lesbos. Documentairemaakster Marieke van der Velde vertelde het publiek haar motivatie om deze film te maken. Elke dag ontvangen we updates 24 uur per dag op onze smartphones, op onze laptops. En daarin hebben we het gevoel dat we heel veel leren en weten over de wereld. Maar het zou zo interessant zijn als je daarnaast ook gewoon eens met elkaar praat. Dan één op één, als mensen dan met elkaar praten, veel meer begrip hebben voor elkaars situatie. Dat doordat je dan ook een vluchteling echt in het gezicht kijkt en zijn woorden hoort, dan heb je een beeld van iemand. Denk, dit is net zo iemand als ik. Ik had daar ook kunnen zitten. Ik had ook die andere persoon kunnen zijn. En dat kwam binnen. Zijn onzekere tijden vooral een struikelblok of juist een springplank? Ik denk springplank. Ja, ik hoop ook springplank. Beide. Een paar struikelblokjes in de nabije toekomst, maar uiteindelijk zal het een springplank zijn.